Morning, Yoshi! Ça va? Ça va bien, et toi? I woke up 4:30 with an alarm. Really? Yeah. Jet lag protocol. Yeah, I have a jet lag now. You have a jet lag. Come check it out. Goedemorgen vanaf Papendal. We vliegen relatief laat naar Tokio omdat je vanwege alle corona protocollen maximaal 5 dagen voor competitie het dorp pas in mag. Dus om al een beetje aan het tijdsverschil te wennen, ja, stond de wekker vanochtend al om 5 uur. Ik weet niet waar ik allemaal mag filmen bij de baan in Tokio, maar ik zal mijn camera's meenemen en ik hoop dat ik jullie een beetje een kijkje achter de schermen kan geven. Next week today is a race day. You ready? We'll see. We'll see. Job done. Yeah. Really good. Huh? Yeah. Good. Really good. It's really good. Was hem dan. Laatste sessie. Tijd om tas te pakken. En op naar Japan. Hoe lang wacht u hier al? 9, of 10, of 11, of 12, of 4 uur. Yep, thank you very much. Thank you. Touch. Eerste indruk? Ja, mooi. Nou, Willy, hartstikke bedankt, hè. Succes met dit afdelingswedstrijdje hier. Dank je wel. Team NL heeft zijn eigen krachttank hier beneden bij de parkeerplaats. Even lekker buffelen. Nee, niet even buffelen, meer even hobby. Bezigheidstherapie. Yo.
have some mashed potatoes. Thank you. Hoe is het, Willy? Hoor je mij? Coronatestje, Joris Harmsen. Ik Samsung telefoon. Oelala. Ja, dit is wel dik hoor. Nu telefoontje. First session on track today. What's up? Yeah. What's up? How does it feel to be home? I don't think it's home. Don't feel like home? No. But that is definitely So I gotta ask the MRI stuff from now. So maybe today he can be taken the MRI. Yeah. Eerste training ging best wel lekker zondag. Nou, toen maandagochtend twee rondjes van de training stond er een official op de baan. Dus ja, dan denk je echt van wat gebeurt hier. Goed, in eerste instantie viel het wel mee. Later kreeg ik toch wat knieklachten. MRI gemaakt, blijkbaar scheurtje in mijn knieschijf. Zit je dan op de spelen met één doel om een Olympische finale te rijden. Weten dat je fysiek dit keer wel in goede doen bent. Omdat ik in Rio natuurlijk ook was gevallen. Ja, het is wel zuur dat ik dit dan nu heb waar ik eigenlijk vrij weinig aan kon doen. Dus het was een beetje een achtbaan de laatste 48 uur. Nou ja, laten we er maar het beste van proberen te maken met de wedstrijd. Het is niet anders. Yeah, boy. Approaching minimums. Minimums. Continue. 100. 50, 40, 30, 20, 10,